Later. Liefste Sky. Ik ben nu bij mijn vader met mijn broertje en zusje en blijf daar ook even. We hadden wat afstand nodig van mijn moeder. Echt super lief dat jullie ons hebben geholpen. Er gebeurt zoveel de hele tijd en ik weet even niet meer wat ik voel of hoe ik je dingen moet vertellen. Ik wil even afstand nu. Ik denk dat dat beter is ook voor jou. Ik heb even tijd nodig. Sowieso bedankt voor alles en sorry. Kus Asje. Dit stuurde ze me 5 dagen geleden of zo. Ik snapte wel eigenlijk. Wat bedoel je? Snapte wel. Ja, zoals ik het hoor, ze hebben problemen thuis. En als je problemen hebt, is het laatste waar je aan... Ja, maar het is een soort van, als je problemen hebt, is het laatste waar je aan denkt, een relatie hebben of verliefd zijn. Ik denk echt oprecht dat je er gewoon de tijd moet geven, even met rust moet laten. Vanzelf komt het goed. Dat geloof ik echt. Jullie zijn voor elkaar gemaakt, denk ik. Ja. 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 Zij die niet genoemd mag worden is hier. Wat? Terza is hier. Ja, boeien. Hoezo boeien? Kom. Het is oké. Komt goed. Ja, got this. Jawel. This isn't going to end well. Jawel. Nee. Dat je weg was. Peukie? Ik wil ook niet meer. Voor de gezelligheid, toch? Ik dacht dat je uit mijn buurt zou blijven. Ik dacht... Er is wel genoeg tijd overheen gegaan, toch? I guess. Nieuwe vriendin? Gaat je niks aan. Ik mis je. Ketig Sky. Het gaat niet goed met je. Ik zie het aan je kop. We hebben elkaar nodig. Niet doen.
Daar gaan wij. Fuck jou! Hey, jij ook! Doe eens rustig! Bemoei! Godverdomme, Sky. Wat? Dat! Ik heb je letterlijk nooit gevraagd om me te helpen. Nee, maar je hebt het duidelijk nodig! Wat heb ik nodig? Hoe weet jij dat ik iets nodig heb? Sky, we gaan niet dat fucking teerzaaggezeik weer aan! Dat is jouw gezeik en dat niet dat het van ik mij ik ga jou niet weer van de grond moeten rapen! Waar de fuck ga je heen? Rot op. Sky! Hoi! Maakt het lekker? Heb je geen paprika poeder? Wat? Heb je geen paprika poeder? Heb ik al gekeken. Kunnen we ook patatje eten? Ja, zonder paprika poeder slaat het hele fucking recept toch nergens op? Dan haal ik paprika poeder voor jou. Nee, laat maar. Stapt u maar weg bij de saus, mevrouw. Huis, gaat het wel? Bij mij mag je gewoon huilen, hè? Ja, thanks. Heb je Sky nog gesproken? Nee. Je vindt het toch leuk? Hen. Oh ja, sorry. Ik ben gewoon een beetje bang. Hallo. Er gebeuren toch allemaal kutdingen met die kutouders van mij? Ik heb toch helemaal geen tijd voor? Scheiterd. Ik heb ook niks aan jou. Kan je iets leuks vertellen? Kende ik even een nieuwe vriendin? Iets leuks. Maar ze is heel raar. Ik wil super toch grappig. Niet horen. Oké. Okay. Iets leuks. Iets leuks? Iets leuks. Grappigs. Iets grappigs. Oh, afgelopen maandag was het boerenmaandag. Ja. En toen hebben twee mensen met elkaar gezoend. En toen bleek het dat ze achterneef en nicht waren. Mm-hmm. Dat heb ik gehoord. Ga gewoon even boezen. Zo, Asha uit de city. Hi. Ja, nice. Yes. Kom maar even daarin. Waarom kijken ze heel de tijd? Ja, waarschijnlijk omdat je nu lesbisch bent. Wat? Wie heeft dat gezegd? Jij zeker? Ja. Asch, mensen zijn gewoon nieuwsgierig naar je. Serieus, Em? Kunnen jullie het zien? Wat kijken jullie nou heel de tijd? Wat jullie nou close-minded zijn, is niet mijn probleem. Oké. Is het grappig? Heftig. Maar rustig aan, hè. Het maakt ons namelijk echt helemaal niks uit. Thanks. Someone's always coming around here, trailing some new kill. Says I seen your picture on a $100 bill. What's a game of?
Picking up the ticket shows there's...